waren bepaalde filmpjes dat ik zei van verdorie, of dat ik dan belde naar Michel, dat ik zei van houd dat eraf, houd dat echt offline. Dat kan niet meer, maar een probleem krijgen. Hè? Ik weet... Kijk, yo YouTube, ik zit hier, dit is een fucking ramp. Het was mijn verjaardag en ik heb allemaal leuke dingen gedaan en nu zie ik dit. Mijn kind is een influencer, dit is het verhaal van de ouders van Acid. Deze video is 3 jaar oud, 74.000 weergaven. Ik wist dit niet tot nu. Iemand tweet ineens deze video naar mij. Mijn kind is een influencer. Mijn ouders zijn gescheiden. Ze zitten hier gewoon leuk samen in de keuken. Nee, hij gaat 10 minuten te praten over mij. Yo, mijn naam is Nathan van der Hunst, a.k.a. Acid. Ik wist het niet. Ik zou hier ook nooit toestemming voor geven. Het is de allereerste keer dat ik deze video ga bekijken. Ik ben eigenlijk al excited om dit te zien. Ik kijk dit niet alleen omdat ik mezelf dat niet wil aandoen. Dus like deze video, subscribe op mijn YouTube-channel. Het was op mijn verjaardag. We gaan erin vliegen, patat. Mijn kind is beroemd online. Oh... Ik ben Michel, ik ben de mama van Nathan. En ik ben Sven, ik ben de papa van Nathan. Mijn pa vindt het zo chill, man. Hij heeft altijd ambitie om onbekend te zijn. Hij vindt het zo... Ik dacht een 400.000 volgers. Ja, toen had ik nog mijn oude YouTube-channel, toen had ik nog 400.000 op AZ1. Nu ondertussen hebben we bijna 550.000 op AZ2. We're back, baby. Ik zou willen zeggen, hij gamede. Ja. Toen was dat zo een beetje de start, denk ik, toen hij 13 jaar was. Die spelletjes op die computer. Ja. Hij was daar redelijk goed in. En, Nee, eigenlijk niet. Ik suk te hard. Maar elke keer als het eten klaar was, dan riep mijn mama van, hey, je moet komen eten. En dan zei ik dat ik in een toernooi zat of zo, dat ik een wedstrijd Call of Duty aan het spelen was. Nee, ik werd gewoon in normale games in mijn reet geneukt. Maar ik was niet goed. Maar dat dachten zij wel. Dat is de key. Je moet je ouders laten denken dat je echt goed bent. En dan mag je gamen terwijl dat eten al klaar is. Top shit. Ik dacht dat er iemand was die vroeg van, hoe kom jij in dat volgende level? Dat lukte blijkbaar heel weinig kinderen. Leeftijdsgenoten. Ja, en toen heeft hij dat zelf gefilmd. En met commentaar. En dat was wel grappig. Dit is allemaal correct, maar dit was allemaal van mijn hele oude YouTube-channel. Toen was ik nog niet Acid. Toen was ik Coole Nat. Daar heb ik niet meer superveel video's van over. Alleen maar kleine snippetjes. Dit is mijn discobal en ik noem hem Chuck. Chuck, zeg even iets tegen de camera. En toen had ik op Qpeng gewoon gefilmd vanaf mijn computer hoe je mensen kon scammen en hoe je geld kon verdienen en zo. Grappig dat mijn mama het zo uitlacht terwijl ik eigenlijk gewoon jonge kinderen aan het scammen was. Maar ik was zelf ook jong. Ik was zelf ook 11 of zo. Dus dan mag dat toch. Als je als kind van 11 kinderen van 10 scamt, dan is dat eigenlijk gewoon de wet van de sterkste, toch? Ik denk het wel, man. Toen, denk ik, is er ooit eigenlijk een boom geweest. En dat was dat tekenen van Miley Cyrus. Ja. Miley Cyrus had op een whiteboard... getekend haar levensloop. Van toen dat ze geboren was. Heel simplistisch getekend, met een beetje uitleg. En hij had dat ook gedaan. Dat en natuurlijk... Mijn pa, jij heeft dat gedaan. Hij heeft geen flauw idee waarover dat dit gaat. Ik had inderdaad het Draw My Life gemaakt en die is redelijk viral gegaan. We maken hier wel echt een sprong van 5 jaar of zo. Man, tussen Coole Nat en dan AZ1 waarop ik het Draw My Life gemaakt had. Dit is niet juist. Dit is bullshit, ze weten niet waarover dat ze aan het praten zijn. De eerste explosie van mijn kanaal, de eerste keer dat ik echt ben beginnen groeien, was met mijn deep web video's. Dat waren de video's waar ik het deep web ging onderzoeken en zo. En toen ben ik echt beginnen groeien. Daarvoor waren er ook kleine boosts toen ik in de squad zat en zo. Maar de echte knallers, dat waren mijn deep web video's. Daarmee ben ik echt gewoon... Maar dat gaan ze niet zeggen natuurlijk. Stel je voor dat mijn mama hier nu zou zeggen, de eerste boom was toen Nathan drugs bestelde dat op de deep web. Dat zou top geweest zijn, moesten ze dat gezegd hebben. Maar... Oh. Iedereen denkt van, nee, het is de ideale wereld, maar zo is het niet. Ieder gezin, er loopt wel altijd iets fout. En dan in feite via Nathan reageren en zeggen van, bon, bij ons is er ook iets mis. Heeft hij daar geheim onthuld? Nee. Nee. Maar hij heeft wel niet afgesproken dat hij dat ging zeggen. Ja. Ik heb mijn pa wel hard geëxposed dat ik gay is zonder dat te zeggen tegen hem. Mijn pa is gay. Dan heb ik daar gewoon een video van gemaakt zonder echt te communiceren naar hem. Sorry, pa, man. Het was wel een mooie video. En ik heb daar inderdaad heel veel mooie berichten van gekregen van mensen. Die zeiden van, ik heb dat ook thuis. En hoe heb jij dat je vrienden verteld? En hoe ben je daarmee omgegaan? Het was hetzelfde als de reuze om exposed, maar dan over mijn eigen pa. Zo zie je maar. Het gekke is... Je hebt Nathan en je hebt Acid. Ja. En dat zijn twee verschillende personen. En in het begin had ik daar moeite mee, omdat ik dat niet door had. Mm. Zelfs zijn vrienden zeggen ook, zijn beste vrienden hier in Blankenberg, zeggen ook van, Nathan, stop een keer met Acid te zijn. Mm. Je bent bij ons.
Nathan is een hele rustige jongen, in feite. Acid niet. Acid is meer de rebel, de flapuit. Nathan heeft zijn alter ego en daar stopt het. Dus ze kaderen het hier mooi in. Deze video is 3 jaar oud, voor alle duidelijkheid. Toen had ik meer zo problemen met wie dat ik was online en wie dat ik in het echt was. Nu zijn die dingen veel mooier naar elkaar gegroeid. Nu ben ik gewoon heel de tijd Acid, snap je? Ik weet niet wie de fuck Nathan is. Heb je ergens in de trenches achtergelaten? Nee, er is een verschil. Ik ben als normaal persoon niet rustig. Wel een beetje rustiger. Maar ik zag het altijd als Nathan is gewoon zonder hoofdletters en Acid is Nathan in hoofdletters. Al mijn eigenschappen zijn gewoon in fluostift gezet. Alles wordt uitvergroot. Ze doen hier alsof dat een heel groot verschil is. Bullshit. Wie zijn jullie eigenlijk? Kennen jullie mij? Vele artistieke mensen hebben dat. Mm-hmm. En dat heeft u ook. We stappen met school en we hebben alles gedaan om dat te vermijden. Ja. Alles. Maar dat is niet gelukt. En ik denk nog altijd dat het fout gelopen is in Brugge in school. Hij had moeten eerst en vooral hier in Blankenberg gebleven zijn. Ja. Ja, hij ging zelfs niet op de speelplaats, hé. Want daar werd hij constant aangesproken voor handtekeningen. Maar ja, likers en haters, hé. Dus hij had haters ook. Hé. De voetballers, man. De voetballers van KTA. Oh, never forget. Ik had in Blankenberg op school moeten zitten. Hier was ik niet die guy van YouTube. Toen ik naar Brugge ben gegaan, was ik wel die guy van YouTube. En toen is het allemaal een beetje gek geworden in mijn hoofd. En toen ben ik gek beginnen doen. Ben ik van school gestuurd en ben ik niet meer teruggegaan. En hij was in feite uit zijn biotoop weggerukt, hé. Hier in Blankenberg. Hij zat in dezelfde school van het eerste kleuter tot het vierde middelbaar. Vijfde middelbaar. Vijf. Wie? Ik ken deze guy, maar vijfde middelbaar. Ik heb tot vijfde middelbaar hier gezeten. Dan ben ik naar Brugge gegaan. Als mensen soms vragen van, en hoe oud is uw zoon? En wat doet uw zoon? Dan zeg ik, mijn zoon is YouTuber. En dan is dat zo precies van, allee, je kunt zo wel zeggen, mijn zoon is popster, hè? Ja. YouTuber. En de tweede vraag is dan van, wat doet hij voor zijn geld te verdienen? Hè? Ja. Filmpjes maken. Filmpjes? Meneer, wat doet hij van werk? Dat is zijn werk. Dit was een leuk stukje. Dit is nu al 3 jaar geleden en ik denk dat dat nu al een beetje verbeterd is. Sommige mensen vragen dan echt aan me, maar wat doe je dan eigenlijk voor werk? En dan moet ik zeggen van, ja, ik verdien mijn geld daarmee. En dan kijken ze zo naar me. Huh? Mijn fucking campagnes, zei ik. No! Er waren bepaalde filmpjes dat ik zei van verdorie, of dat ik dan belde naar Michel, dat ik zei van, houd dat traf, houd dat echt offline. Dat kan niet meer, maar een probleem krijgen. Hè? Ik weet bijvoorbeeld een filmpje over het tak van de school. Hè? In Uitkerken, dat ik zei van, ah, Michel, probeer dat van offline te krijgen, want hey, de politie had dat bijkomen. Klassieke video dat ik in de zomervakantie ben gaan inbreken in de school hier om de hoek. Classic. Sta offline. Als hij voor Make-A-Wish met een zieke jongen een ganse dag op tour gaat, dan komt dat niet in de media. Mm-hmm. Maar als hij zegt in een filmpje van steel de creditcard van uw ouders, dan kom je in het VTM-nieuws. Het is pure sensatie ook. Ja. De leuke was, dingen, de goede dingen. Dat was een hoofditem in het nieuws. Hé. Zowel VTM 1 zei van, hey, vlogger zegt, steel de creditcard van uw ouders. Voor trui te kopen van Acid. Je hebt ze allemaal verkocht, by the way. Allemaal in 2 minuten. Ze waren hier iets moois aan het zeggen dat de media enkel de slechte shit van mij in het nieuws brengt. En dat is nu nog steeds zo. 3 jaar later is dat nog steeds zo. Ik doe ook veel goede dingen. We graven diepe put en zo. Niet in het nieuws. Niet in het nieuws. En van de pot gerukt ook. Ja, dat maar natuurlijk, die titel, dat had hij wel gezegd. Dus af en toe hebben we wel eens hard kloppen. Ja, van ons valt het nog mee, maar de grootouders nog erger. Dat zagen ze nu. Dat is de laatste tijd wel gewoon zo. Maar eerlijk zijn, ik vind nu persoonlijk dat er geen één filmpje online staat die er echt los over is. Mm. Nee. Er zitten misschien stukjes in dat je zegt van, bon, dit grenst aan het. Zou je daar nu anders over denken? Na alles wat er in de laatste 3 jaar is gebeurd. Denk ik aan die dingen met de overheid vorige zomer. Dan denk ik aan die sprong op, pop. Dan denk ik aan de dingen van Reuzegom. Zouden ze daar nu anders over denken? Dat vind ik wel een interessante vraag. Man. Ze hebben me altijd super hard gesteund in alles wat de laatste maand is gebeurd. Dus ik denk het eigenlijk niet. Hier zijn ze ook vooral aan het praten over dan het voorval met de creditcard en zo. In 3 jaar zijn er veel mooie dingen gebeurd. A great evolution. De grote vraag van iedereen, waarom zien we hem niet veel op televisie? Omdat hij dat niet wilt. Hij wilt dat gewoon niet. Alleen de slimste mens. De slimste mens wil ik wel doen. En dat wil ik heel graag doen in heel mijn leven. En dat heb ik dan inderdaad wel gedaan. Maar voor de rest, ik krijg nog steeds redelijk wat aanvragen om dingen te doen op televisie. Maar dat is niet mijn ding toch? Waarom zou ik dat doen? Ik wil niet naar tv. Ik zie heel de tijd meer en meer influencers en bekende mensen van online naar tv verhuizen. Dat ik denk van, yo, what the fuck? Dat is toch niet jullie playground? Ik kan hier zoveel meer leuke dingen doen en ik kan het allemaal zelf bepalen. Maar nee, ze kiezen allemaal de easy way naar tv, waar niemand naar kijkt. Top shit. Toen hij 13 of 14 jaar was, het begon eens met een laptop voor zijn verjaardag. Ja.
sparen voor de camera, sparen voor een lens, sparen voor zijn statief. Dus we hebben ook heel veel zelf betaald. Ja, zeker. Het is je kind ook. Zeker. En dan komt er een klein beetje geld binnen en dan wordt dat weer geïnvesteerd in een betere computer. En dan moet een zwaardere computer zijn en een groter scherm. En dus er is ook heel veel geïnvesteerd geweest. Dat is iets wat je ons nooit zou kwalijk kunnen nemen, dat we hem niet gesteund hebben. Stel dat dit avontuur ooit mislukt, dan kan hij nooit zeggen van, ze hebben me niet gesteund. Ze hebben me zeker gesteund. Ook al snapten ze helemaal niet wat ik aan het doen was, ze hebben me zeker gesteund. Het enige waar dat ze me niet gesteund hebben, was op school, was stoppen met school. En dat is eigenlijk volledig normaal dat je kind daar niet in steunt. Daar steunen ze me nog steeds niet in. Ze gaan nooit zeggen dat het een slim idee was om niet verder te doen. Maar ze hebben me op YouTube-vlak, wat ik hier aan het doen ben, daar hebben ze me altijd gesteund. Ze hebben het nooit begrepen. Ze hebben me er altijd gesteund. En dat is de grootste blessing dat ik ooit ga krijgen van mijn ouders. We hebben altijd gezegd, zelfs dat hij stopte met school, van bon, dat was niet leuk voor ons. En wij zeggen van, je bent dat samen gepraat met hem erbij en hij zegt van, boy, je dat echt wil doen, gaan we je die kans geven. Bullshit! En de kans... Check mijn ma hier kijken! Bullshit! Mijn pa was bad as fuck! Mijn pa was super boos, maar holy shit, mijn pa zei echt shit van, joh, je bent mijn zoon niet meer als je stopt met school. En mijn ma vond het ook niet leuk, maar mijn mama wist dat. Het kalf was al verdronken. Ik ging niet meer teruggaan. Ik was van school gestuurd en ik dacht van, joh, dit is het teken van het leven. Hier stopt mijn schoolverhaal. Dit is bullshit! En altijd gezegd zelfs dat hij stopte met school van, boh, dat was niet leuk voor ons. En wij zeggen van, je bent dat samen gepraat met hem erbij. En hij zegt van, boh, je dat echt wil doen, gaan we je die kans geven. En neem de kans dan met beide handen en ga ervoor. En we hebben gelukt, het is gelukt. Bullshit! Hey, we houden hout vast, we weten ook niet of het avontuur zal blijven duren. Maar zolang het duurt, voelt hij hem er goed in. Bullshit! What the fuck? Mijn papa kan even goed liegen als mij, maar ik hou van hem. En je ziet dat mijn mama hier aan het kijken is van, dit is niet waar, man. Dat is zo'n beetje een coach geworden van hem, maar mensen met een plan B zijn niet zeker van een plan A. Mm. We mogen niet onder stoelen of banken steken dat we eigenlijk best wel heel trots zijn op wat hij al heeft bereikt. En soms denk ik van, mijn god, stel dat hij op een dag niet meer populair is. Mm. Ja, dan is het terug naar school. Ja. Dan is dat diploma. Dan is het bij de jury, ja. En dat beseft hij ook wel. Dat gaat niet gebeuren. Nogmaals, wie een plan B heeft, geloof niet in zijn plan A. Je moet al ingaan. Alle 100% tegen plan A. Alle 100 tegen je droom. Anders heb je kracht die je aan het achterhouden bent voor in case dat zou fout gaan. Maar daar mag je niet aan denken. Als je twijfelt bij shit als dit, dan doe je het beter niet. Het is 100 of niet. Love it. Op dat moment, ik weet nog dat hij zei van, nu kan ik doorbreken. Maar ik kan dit onmogelijk combineren met school. Ik heb 4 à 5 uur per dag nodig om te uploaden en te editen. En ik kan dit niet combineren met school. En nu kan ik doorbreken en nu kan ik van mijn hobby mijn beroep maken. Maar school past hier niet meer in het plaatje. Nee, nee. Dat is als ouder niet iets wat je graag hoort natuurlijk. En ik zei van, maar kun je dat niet uitstellen? Een jaar, dan heb je dat diploma en dan kun je doen wat je wil. En hij zei van, nee man, het is nu. Nu kan ik doorbreken. En als ik nu een jaar niks doe, dan is het allemaal voor niks geweest en zal ik waarschijnlijk nooit meer op dit hoogtepunt komen. Dus het was eigenlijk een zaak van overleven op dat moment. En hij zei dat ook, het is nu of nooit. Nu kan ik doorbreken en er mijn beroep van maken. Als ik wacht, is springen of barst. Dat en aan de ene kant... En daar hebben we effectief in gesteund. Bullshit! Bullshit! Mag het... ze hebben wel gelijk. Ik was aan het poppen, mijn channel was aan het rollen, ik was over die 100.000 gegaan in een mum van tijd. En ik dacht van, oké, ik heb nu meer tijd nodig, ik moet meer video's maken en wat moet ik daarvoor doen? Stoppen met school. En dan ben ik van school gestuurd en dan dacht ik van, ah, daar is het teken. En dan zei ik dat hele tijd tegen hem van, het moet nu. En wat is het eerste wat ik gedaan heb toen ik gestopt was met school? Gestopt met uploaden voor 2 weken. Killer move. Insane. En vanaf dan had ik ineens door van, oké, ik lig hier nu heel de tijd in mijn bed, niks te doen, het is tijd om te grinden. En dan zijn we beginnen vechten, want dan is het echt begonnen. Dus eigenlijk een hele leuke video. Ze hebben dit eigenlijk echt heel goed gedaan, man. What the fuck? Ik dacht dat dit echt vreselijk ging zijn en dat ze allemaal rare shit gingen zeggen. Ik vond het eigenlijk wel leuk om mijn mama eens de woorden uploaden en editen te horen zeggen. Damn! Hey, bedankt om te kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie het even interessant vonden als dat ik het vond om hier naar te kijken. Dank wel aan mijn mama en papa om dit te doen. En shout-out naar de guy die dit heeft doorgestuurd naar mijn man. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Geniet van de zomer. Het is niet zo mooi weer, maar geniet er toch maar van. Ik hou van jullie. All the love. All the fucking power. En tot de volgende keer. Jojo! He took the bomb.